We zijn op dit moment bij Zuid-Spanje, bij het oefengebied Sierra del Raten, in de grote oefening, NATO-oefening, Trident Juncture. Hele grote oefening, meer dan 70 schepen aan deelnemen. En Nederland doet hier aan deel met een amfibische takengroep waar ik de leiding over heb. De Nederlandse deelname hier aan deze grote oefening Trident Juncture bestaat uit het amfibische schip Johan de Wit. We hebben een Nederlandse onderzeeboot, we hebben een opnamevaartuig hier, we hebben een mijnjager en we hebben ook een fregat. En we hebben een hele bataljon mariniers, waar we ook eenheden van de landmacht en van de luchtmacht hier. Het hoeft niet leeg. Einde actie. Hier zijn er één einde actie. 45, positief, uit. Hier zijn er één. Wit, alfa 1, bravo, positief. Als we dadelijk klaar zijn met de fase waarin we met de eenheden allemaal trainen, gaan we over in een zogenaamde freeplay fase. Dat betekent dat we niet weten wat er gaat gebeuren. En dan zullen we moeten reageren op datgene wat de vijand uiteindelijk ons voorschotelt. En dan zullen we maximaal flexibel met alle dingen die we samen getraind hebben, zullen we de eenheden moeten inzetten. Resultaat bent u tevreden? Nou, laat ik vooropstellen dat zoals we nu de voortgang hebben in de training, dat ik al erg tevreden ben met het bereikte resultaat. Maar ik ben echt tevreden natuurlijk als we de vijand verslagen hebben. Dat is waar het allemaal om gaat. En dat betekent als we goed hebben samengewerkt, zowel intern in de Nederlandse taakgroep, maar met name ook met de andere landen.